8 wedstrijden van het einde zijn we in de competitie van de tweede divisie. Met de week neemt de druk toe, neemt de spanning toe en misschien neemt de hoop ook wel toe. De spetters die vliegen er weer vanaf dit weekend, want misschien zijn de resultaten van deze speelronde wel cruciaal en beslissend. Welkom bij TVW Sport. Ja, en de meest in het oog springende wedstrijd van speelronde 27 is zonder twijfel het duel tussen de nummers 2 en 3 in de tweede divisie. Katwijk tegen Rijnsburgse Boys. Ja, het zijn twee ploegen die de druk er stevig op hebben hoor, bij koploper AFC. Het gaatje voor Katwijk op AFC is 2 punten. Rijnsburg staat op 3 punten. En Katwijk zit in een enorme sterke reeks. 9 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Vorige week een prima, gemakkelijke overwinning op laagvlieger TEC. En de Rijnsburgers die hebben ook al een aardig rijtje bij elkaar gevoetbald. In de afgelopen 19 wedstrijden werd er namelijk maar 1 keer verloren. Het zijn met andere woorden 2 ploegen met een indrukwekkende cijferlijst. De kraker in de tweede divisie dit weekend. Katwijk tegen Rijnsburgse Boys. Commentaar komt van Hanif Harara. Een derby met alles erop en eraan. En Katwijk wil wraak nadat het eerder dit seizoen met 4-0 klop kreeg in Rijnsburg. Tikkie terug. Dat gaat niet goed. Jeroen Spruit schiet met scherp. En Rijnsburg heeft een droomstart. Al na 2 minuten is daar de 0-1. Het gaat mis tussen Bouwensen en Van Leeuwen. Die de bal in de voeten van Spruit schenkt. En zo leiden de Rijnsburgers al snel. De bezoekers hebben vleugels. Van der Moot! Een moment van magie. Hij was ooit een scherpschutter. Tegenwoordig meer een man van momenten. Sinds oktober scoorde hij maar 2 keer. En ook nog in dezelfde wedstrijd. Maar wat een goal en wat een moment. In de derby tegen Katwijk deed hij trouwens ook al scoren tegen de Oranjehemden in de thuiswedstrijd van Rijnsburgse Boys. Katwijk moet daar iets tegenover stellen. Dit is de eerste goedlopende aanval na ruim 20 minuten spelen. De afronding, daar ontbreekt het nog aan bij Des Kunst. Hij is de valse spits. In combinatie met Sulaiman. Sinteur. Daar is Mokhtar Sulaiman opnieuw. En dan dekt Zonneveld zijn korte hoek af op de inzet van Sulaiman. Die al 6 wedstrijden achter elkaar gescoord heeft. En die reeks dolgraag in stand wil houden. Katwijk zet steeds meer aan. En probeert het met een schot van Freriks. Rijnsburg vindt dit een perfecte uitgangspositie. Heeft messcherpe counters. En laat Katwijk komen. Freriks! Dit is het antwoord. Op slag van rust. Een uithaal van grote afstand. Penalties neemt hij het liefst met rechts. Maar als je dit ziet lijkt hij een pure linksboot. Laten we het maar op 2 benen houden. Een ideaal moment om aansluiting te vinden. Dus is de marge minimaal in de tweede helft. En kan er weer van alles. Kilian van Mil probeert het ook maar eens van ver. Hij is ingevallen. En gebrand om zich te laten zien. Rijnsburg kan niet meer alleen maar volledig inzakken. Maar de counter is nog steeds een messcherp wapen. En hier gaat dat een rode kaart opleveren voor Kai Blokland. Die aan de noodrem trekt. Er is nog wel een ploeggenoot in de buurt, maar Assante is er vandoor. En Blokland heeft geen enkele andere intentie dan Assante naar de grond toe werken. 10 man van Katwijk tegen 11 van Rijnsburg. Die zouden dit af moeten kunnen maken. Van de Moot op aangeven van Zelderust. Die maakte er nog 3 in de eerdere ontmoeting van dit seizoen. Die dus in 4-0 eindigde voor Rijnsburgse Boys. Klaver. Bedient Spruit op maat. Assante doet het zelf. En Van Leeuwen. Hij houdt Katwijk in de race. Misschien wel om het kampioenschap, zou je kunnen zeggen. Met een beetje fantasie. Suzanne. Robert Suzanne. Hij doet het! Altijd staat hij op in topwedstrijden.
wordt gehinderd door Bram de Bruin. Maar dan produceert hij deze knal in de kruising. En heeft Katwijk het onmogelijke gedaan. Een 2-0 achterstand goed gemaakt. En dat ook nog met 10 man. En misschien zit er nog wel meer in het vat. El Azouti wordt net niet gevonden. Gebracht als een soort breekijzer, zou je kunnen zeggen. Nog altijd is hij de clubtopscorer. Maar een basisplaats heeft hij al wekenlang niet meer. Komt er nog een winnaar in de slotfase van Dongen. De invaller van Rijnsburgse boys, Mick Mis. En dus verspelen de Rijnsburgers een riante voorsprong op bezoek bij Katwijk. Dat als morele winnaar van het veld stapt na een zinderende derby op de Krom. Ja, het kwam uit de tenen bij Katwijk, maar toch, met 10 man pakken ze een punt. De man van de 2-2, Robert Suzan. Ja, wij geven gewoon nooit op. Dat is dit jaar al een paar keer duidelijk geworden. We zijn een aantal keer op achterstand gekomen. Ja, en ook vandaag zien we het. We blijven erin geloven. Dan is het wel heel lekker dat die 2-1 vlak voor de rust valt. Dus we zaten ook in de rust van nou alles of niks erop en erover. Ja, dan is het wel doodzonde dat je met 10 man komt te staan. Maar ook op dat moment hebben we niet opgegeven. Zijn we niet gaan aanpassen. Zijn we gewoon door blijven beuken. Ja, en dan zie je waar dat toe resulteert. Bijna iedereen viel naar de grond, naar affluiten. Het heeft er behoorlijk ingehakt, deze wedstrijd. Zit er bij jullie ook iets van irritatie, boosheid? Nou, ik weet niet of het irritatie boosheid is. Ik viel zelf ook op de grond, want het was echt wel een slijtageslag was het. Ja, ik weet niet waar je irritatie boosheid op moet hebben. Ja, dat meer op jezelf en als team dat je het niet over de streep trekt. Dus ja, een klein beetje boosheid, irritatie is er wel. En wel hebben we net tegen elkaar ook gezegd van er zijn nog 7 wedstrijden. We zitten nog steeds binnen die 3 punten. Dus ja, we doen nog steeds mee. Ja, krankzinnige competitie tot nu toe. En het zijn nog 7 finales. En we gaan ons nog 7 keer opladen om eind van de rit bovenaan te staan. Dat zie je nog steeds wel voor je? Ja hoor, daar heb ik nog steeds alle vertrouwen in. Jullie kunnen ook gewoon nog steeds kampioen worden? Ja, we hebben de ploeg ervoor, we hebben de selectie ervoor. En ik vind dat we ook zeker tot het einde mee moeten doen. En ja, wie weet... Dan zijn we uiteindelijk ook kampioen. Dat zou mooi zijn. Ja, en veel is afhankelijk van wat er gebeurt in onze volgende wedstrijd. Die gaat tussen FC Lisse en AFC. En ja, FC Lisse is eigenlijk als promovendus dus helemaal veilig. Speelt puur nog voor een zo hoog mogelijke eindklassering. Want die achterplaats waarop de Lissenaren nu staan, biedt nog uitzicht op meer. Voor tegenstander AFC geldt, winst is geboden, want ja, de concurrentie Katwijk en Rijnsburg hijgt in de nek. Bij de Amsterdammers lijkt het de afgelopen wedstrijden niet allemaal meer zo overtuigend en soepel te gaan. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een fase zijn. Voor ons op ter spekken bij Lisse tegen AFC is Danny van der Bos. FC Lisse heeft in de laatste 4 wedstrijden geen 1 keer gescoord. En in de afgelopen 2 wedstrijden kreeg de ploeg van Raymond Bronckhorst ook geen doelpunten tegen. Dit was een, nou ja, klein kansje voor Jaap Zwetsloot. Een van de aanvallers aan de kant van FC Lisse. Lisse moet wegwerken, lukt allemaal niet. Noordhof zit erbij, maar dan komt die bal hier voor de voeten van Kevin Visser terecht. Maar in de handen van doelman Erik Cummins. Die dus, zoals gezegd, de afgelopen 2 wedstrijden zijn doel schoon wist te houden. Verdedigend staat het dus goed bij de Lissenaren en ook Cummins heeft zijn zaakjes goed op orde. Verdedigend gaat het hier, nou ja, uiteindelijk goed, want die bal wordt weggewerkt, maar AFC was wel even uitgebroken. AFC heeft de laatste week ook wat moeite met scoren. Vorige week slechts 1-0 tegen Kozakken Boys. Dit was Perestoof met een poging op doel. De kansen zijn wat dat betreft schaars in de wedstrijd. Tweede helft. Hoekschop op het hoofd van Jaap Zwetsloot. Is hij opnieuw dicht bij de openingstreffer in deze wedstrijd. Bal blijft in het spel. En FC Lisse zit druk. Het maakt het AFC moeilijk op het moment. In de defensie. Daar komt de bal weer op het hoofd van Zwetsloot. Maar nu in de handen van Gijs van Zetten. De keeper van AFC. Lisse zet AFC wat meer onder druk. Ja, en hoe langer het doelpunt uitblijft natuurlijk ook voor AFC, des te meer agressies er komen. En dat gebeurt hier. Het is Maatse die het niet helemaal eens is met wat er gebeurt.
Het is Van Ekeris met wie hij het aan de stok krijgt. Dan wordt Bormann er nog bij betrokken. En dan roept de scheidsrechter iedereen maar even bij elkaar om de gemoederen wat te bedaren. En wellicht wat straffen uit te delen. Hier gaat het eigenlijk allemaal mis. En geeft Maatse toch wel een soort duw richting het hoofd van Ekeris. Maar goed, we gaan verder. En dit had zomaar verkeerd uit kunnen pakken. Het is Lindhorst die de bal net verkeerd voor zijn voeten krijgt. En FC Lisse moet nu oppassen, want HFC gaat drukken in de slotfase van deze wedstrijd. Maatse heeft Bormann voor zich. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Geeft ook niet op. En dan kan FC Lisse counteren met Marengo. Aan de rechterkant is het Musje die helemaal vrij loopt. Daar ligt de ruimte. Daar komt de bal ook. Maar dat is volgens mij buitenspel. Ja, de scheidsrechter doet de vlag omhoog. Het was net te laat, dat balletje van Marengo richting Musje. Het is duidelijk te zien op de beelden. Dit is buitenspel. En dus gaat dit feestje niet door. FC Lisse en AFC, ze delen de punten. De wedstrijd eindigt in 0-0. Het is alweer de vijfde keer achter elkaar dat Lisse niet tot scoren komt. En de derde keer dat ze een 0-0 op het bord zetten. Ja, desondanks zou je wel kunnen zeggen 0-0 tegen de koploper. Dat is toch een behoorlijk resultaat. Inderdaad niet ontevreden over hoe we het verdedigend gedaan hebben. Ik denk dat we bijna niks hebben weggegeven. In de eerste helft denk ik 2 momenten. Maar de tweede helft eigenlijk niks meer. Maar aanvallend vond ik het wel te mager. Dus daar ben ik niet tevreden over. Waar ik van schrok eigenlijk toen ik hier op de tribune kwam is van... het is niet heel erg best de laatste weken. Dat is de kritiek van de supporters. Maar ze kijken ook nog wel een beetje naar onder. Hoe zie jij dat? Nee, kijk, je bent gewoon nog niet veilig. Je moet gewoon minimaal 42 punten hebben. En dan ben je denk ik wel veilig. En als je naar ons programma kijkt, dan is het nog niet heel makkelijk. Hè? Volgende week Treffers, dan heb je IJsselmeer volgens een Tech. Een Tech die ook echt voor lijfsbehoud nog aan het vechten is. En dan krijg je een aardig rijtje met Rijnsburg, Katwijk, Hardenberg en met Koninklijke HFC nog. Ja. Dus je bent er nog niet. Onze derde wedstrijd in deze uitzending is een duel tussen twee ploegen uit de regio. Twee kustplaatsen, Noordwijk en Scheveningen. En met name Scheveningen heeft nog wat lucht nodig. Ze staan nu 14e. Ja, als dat aan het einde van het seizoen nog zo is, dan ontlopen ze de na-competitie en zijn ze zeker van lijstbehoud in de tweede divisie. Maar goed, zekerheid is er nog niet. Daarvoor zijn nog wat overwinningen nodig. Ja, wat dat betreft doen ze het lekker hoor, die Scheveningers, want de laatste 3 wedstrijden, ze werden allemaal gewonnen. Hoe lang gaat deze serie duren? Ja, dat weten we niet. Wanneer gaan ze zich helemaal veilig spelen? Dat is natuurlijk ook een vraag. Hoe dan ook, Noordwijk tegen Scheveningen. Tegenover elkaar Sportpark Duinwetering in Noordwijk, de nummer 7 en 14. 7 lijkt veilig, heeft nog wel wat punten nodig. Dat is Noordwijk. Scheveningen won al 3 wedstrijden op rij. Speelde er 2 gelijk en is dus aan de jaarlijkse opmars na de winterstop bezig. Nu moet het winnen in een uitwedstrijd tegen Noordwijk. En daar is Scheveningen gevaarlijk. Ook al omdat er gerommeld wordt achterin bij Noordwijk. Het is uiteindelijk aan Aldogan niet besteed. Deze grote kans voor Scheveningen. Dat dus veel zelfvertrouwen heeft. Maar ja, dat is niet zo raar natuurlijk. Gomez Nieto wordt hier weggestuurd. Is op volle snelheid. Zijn wel wat mensen voor de goal dan. Hier is de Niet. Ja, maar wat doen Draaier en Rietveld daar? De Niet profiteert. Prachtig doelpunt van hem. Snel gereageerd ook. Hij krijgt hem tegen het eigen hoofd gekopt. En reageert dan natuurlijk fantastisch. En zo staat Scheveningen op voorsprong. En hier een goede redding van toch al goede doelman dit seizoen, Lars Jansen. De kopbal is van Van Kleef. Noordwijk heeft eigenlijk niet veel te vertellen in deze wedstrijd tegen Scheveningen. Misschien dat moment nu aanstaande is. Als er hier geschoten kan worden. Maar uiteindelijk Sven van der Maten daar ook niet voor niks staat natuurlijk. Publiek niet tevreden over een wedstrijd die weinig echte momenten van opwinding kent. Noordwijk dan in de tweede helft. Op jacht naar datgene wat wellicht de gelijkmaker zou kunnen opleveren. Het is een invaller, Lucas Koopmans, gekomen voor Roshanali. Hij schiet de bal voorlaat. Ja, Noordwijk zet nu wel wat meer aan. En een aardige kans.
En in tweede instantie gaat hij er ook niet in. Barbosa kreeg daar de grootste kans aangeboden van Emiel Wendt. Hier is Immers. Peters. Bezig aan zijn laatste halve seizoen bij Scheveningen. Weer Lex Immers. Peters en niet denken, doen. Dat is het devies. En kijk eens wat een prachtig doelpunt hij dan maakt. 2-0 voor Scheveningen. Er staat totaal geen maat meer op het elftal van John Blok. Ja, en als je dit soort doelpunten gaat maken en spits er niet weer aan het scoren krijgt, dan zit het natuurlijk wel lekker mee. Dan heb je de wind in de rug. En voor je het weet is de Scheveningen 1 dan terechtgekomen in veilige haven. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling. Nog een mogelijkheid voor de Niet om zijn tweede te maken in deze wedstrijd. Geblesseerd geraakt tegen Kozakken Boys, beetje geworsteld. Maar dit zal hem goed doen. Een doelpunt en even in kansrijke positie komen. Wat kan Noordwijk dan nog? Noordwijk zal toch wel weer een beetje aan de bak moeten. Want Scheveningen komt naderbij. Daar is weer Koopmans. Kijk, het verschil is nu nog maar na een overwinning van Scheveningen 2 punten. Wendt krijgt hem er niet in. En deze gaat er uiteindelijk ook niet in. Sander Bosma naast de goal van Van der Maten. En Scheveningen wint dus voor de 4e keer op rij. Ja, en dat is dus 4. Het kwartet is vol. 4 overwinningen op rij voor de Scheveningers. Waar het natuurlijk na de wedstrijd op een positieve manier onrustig was in de kleedkamer. Ja, de feestvreugde is hartstikke groot. 2-0 winnen uit bij Noordwijk in deze fase van de competitie. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. En dat mag je ook vieren, dat hebben we gewoon verdiend. Dus de vreugde is hoog. Ja. Ja, het is een beetje een kansloze wedstrijd. Ja. Weinig kansen gehad. Dit is gewoon kloten. Ja. Hoe komt dat toch? Is dat dan omdat jullie op een beetje een niets aan de hand plek staan tussen wal en schip? Nou, denk ik niet. Ook de goals die we nu tegenkrijgen zijn ook eigenlijk, ze vallen echt uit de lucht. Eén in de kluts en die tweede, die maakt hij ook nooit meer. Was ook niet bedoeld volgens mij. Dus ja, dat is ook een beetje pech. Maar ja, qua kansen zat het vandaag zat niet goed, nee. Jullie zetten wel belangrijke stappen hè, zo de afgelopen weken. Hebben jullie het gevoel dat jullie er bijna zijn? Nee, dat gevoel mogen we niet hebben, want er zijn nog 8 weken, volgens mij 8 wedstrijden. En het staat allemaal dicht bij elkaar, dus de rest van de weken moeten wij ook gewoon onze punten pakken. Dus ook volgende week zullen we gewoon weer voor de 3 punten gaan. En ik denk dat in ons kopje moet blijven zitten en niet gemakkelijk denken dat we er al zijn. Het is nog een lange weg te gaan. De laatste wedstrijd die we in beeld hebben uit de tweede divisie gaat tussen Jong FC Volendam en Quick Boys. Een duel tussen de nummers 17 en 6. Quick Boys speelt voor een zo hoog mogelijke eindklassering. Het liefst willen ze bij de eerste 5 eindigen. Winnen dus van Jong FC Volendam. Zoals we gewend zijn van de supporters van Quick Boys, komen ze met een enorme sfeeractie naar Volendam. Ze hebben vorige week dan ook een weekje vrij gehad, omdat de wedstrijd tegen Spakenburg een week vervroegd werd vanwege de interlandwedstrijden op Nieuw-Zuid. Van het Nederlands elftal onder 17. Zij hebben zich dinsdagavond geplaatst voor het EK. Met een 1-0 overwinning op Engeland. Deze week komt Quick Boys dus wel in actie. En het incasseert in het Krasstadion de eerste kans. Doelpoging komt op naam van Blom. De heenwedstrijd op Nieuw-Zuid werd gemakkelijk gewonnen. 4-2 de eindstand. Ook toen oud-Volendammer Nick Runderkamp in de basis. Hier is hij, Runderkamp. En hangen, schitterende goal zeg. En na 9 minuten komt Quick Boys al op voorsprong. Het is Nick Runderkamp. Die zijn ploeg al snel de voorsprong bezorgt. Quick Boys zat 2 weken terug. Speelde tegen Spakenburg, toen ook al een makkelijke middag. Toen won het met 4-2. Man van de wedstrijd, nu ook aan de bal, schitterende poging ook. Van Youssef El-Khashati, raakt nu de paal. Maar was tegen Spakenburg belangrijk met 2 doelpunten en een assist. Quick Boys waar het even onrustig is geweest, maar de rust lijkt weer terug. El-Khashati naar de grond. En dit is wel een hele makkelijke strafschop.
Scheidsrechter van Zuilichem legt hem op de stip. Maar dat is wel heel makkelijk gegeven. En de topscorer van de tweede divisie mag hem zelf gaan nemen. En scoort de 2-0 vlak voor rust. En zet Quick Boys op een comfortabele voorsprong. Het is doelpunt nummer 22 van het seizoen voor Youssef El Khashati. Dus zal Quick Boys op zoek gaan naar een ruime score. Want het doelsaldo zou in de derde periode voor de Katwijkers wel heel goed uit kunnen komen. Volendam dat ook de aanval opzoekt met Klomp. Maar uiteindelijk mag je dit toch geen echte kans noemen. Zoals gezegd, Quick Boys dus hopend op een goed resultaat in de derde periode. Zou betekenen dat ze de kwalificatieronde van de KNVB-beker over kunnen slaan. Panka! Goede poging. En het mag duidelijk zijn dus dat Quick Boys in de tweede helft op zoek gaat om de score uit te breiden. El Khashati weggestuurd. El Khashati! En de redding van doelman Lauwers. Ploeg van Moussampa komt er niet aan de pas in de tweede helft. Werkt de bal hier heel slecht weg. En Runderkamp kan zijn tweede van de middag maken. 3-0 voor Quick Boys. Een ruim kwartier voor tijd. Nieuwhoekschop, Kamp en 4-0. En dan gaat het ineens hard. 10 minuten voor tijd. En dus weer 4 doelpunten voor Quick Boys. De kopbal van Jan-Willem Kamp. En dan oppassen dat Quick Boys de concentratie niet verliest in de slotfase. Maar het zou je zomaar een doelpunt kunnen incasseren. En dat gebeurt inderdaad. En dan is het Wouter, 7 minuten voor tijd, die nog een eretreffer maakt voor Volendam. Onnodig voor Quick Boys. Dat de voorsprong verder niet in gevaar ziet komen. Oud-Volendammer Nick Runderkamp scoort er 2. En mede daardoor wint Quick Boys op bezoek in het Krasstadion met 1-4. En dit zijn de andere wedstrijden die dit weekend in de tweede divisie zijn gespeeld. Hardenberg wint met 3-0 van Excelsior Maassluis. Met 2 doelpunten van Drost. Kozakken Boys dan tegen de Treffers. Daar wordt het 3-1. 3 doelpunten van Johnny Lommers bij Kozakken Boys. Spakenburg en OFC spelen met 1-1 gelijk. En Jong Sparta gaat in eigen huis onderuit. 1-3 tegen IJsselmeervogels. Tot slot Koninklijke HFC tegen TEC. Die wedstrijd eindigt in 1-1. Nog 7 wedstrijden zijn er te gaan en het blijft spannend bovenin. AFC Katwijk en Rijnsburgse Boys, dat zijn de 3 koplopers. HHC Hardenberg op het vinkentouw en zij spelen volgende week thuis tegen Katwijk. Quick Boys is de nummer 6 en FC Lisse klimt naar de 7e plek. Noordwijk, ze zakken weg uit het linker rijtje. Staan nu op plaats 11 met 36 punten uit 27 wedstrijden. Scheveningen, ze pakken de stijgende lijn. Maar volgende week een belangrijke tegen directe concurrent Excelsior Maassluis. OFC nog altijd de hekkensluiter. 15 punten uit 27 wedstrijden. In de derde divisie zaterdag staat Terlede er allerminst zondig voor. De ploeg van Nicosele is na 26 wedstrijden de nummer 15... Ja, en dat betekent een langer seizoen, want aan het einde van de rit volgt dan nog de nacompetitie voor handhaving op dit niveau. Concurrent in die strijd is Urk. De mannen uit Flevoland hebben tot nu toe 2 puntjes meer dan Terlede. Dit weekend de rechtstreekse confrontatie op Urk. 8 wedstrijden voor het einde, een wedstrijd op Urk die wel eens beslissend kan zijn voor het verdere vervolg in de derde divisie zaterdag. De nummers 14 en 15 dus, lijnrecht tegenover elkaar. En Terlede, dat op de 15e plaats de positie af kan staan aan Urk als er een overwinning wordt geboekt. Het gaat dan op jacht naar de openingstreffer. Eerste kans van de wedstrijd voor de bezoekers komt op naam van Mike van der Steenhoven. Urk dat onder leiding staat
van interim trainer Henny Spijkerman. En hier via Klaas Ronkes een grote kans krijgt op de voorsprong. Ook in de tweede helft is het Urk met name dat zoekt naar een doelpunt en dat uiteindelijk ook vindt. 5 minuten na rust. Het is Lucas Nagel die zichzelf blesseert bij het juichen. Die de thuisploeg op een belangrijke voorsprong zet. Voor Ter Lede dus een pijnlijke tegentreffer. En Urk dat verder zoekt en bijna vindt. Was ook deze afstandspoging uiteindelijk naast het doel van Mark de Vries eindigt. De tweede helft staat eigenlijk in het teken van de thuisploeg. Die vorige week won met 1-2 van Staphorst. Ter Lede speelde met 1-1 gelijk tegen Sparta Nijkerk. Overtreding in het strafschopgebied door Tim Bloemendaal, de aanvoerder. En het logische gevolg is dan een strafschop die door de Brands genomen gaat worden. En bijna gered wordt door Mark de Vries. Maar na 70 minuten breidt Urk de voorsprong uit naar 2-0. Dan Ter Lede zelf nog. Via Mark de Kruis, dicht bij de aansluitingstreffer. Maar in het verdere verloop van de wedstrijd is het met name de thuisploeg dat aanspraak maakt op het derde doelpunt van de wedstrijd. En in de 90ste minuut wordt hij ook gevonden. Lucas Schraal. En de beslissing in de wedstrijd. Het is een pijnlijke nederlaag voor Ter Lede. Dat dus nog altijd op de nacompetitieplekken staat. Plaats nummer 15, nog altijd 27 punten. En het verliest op Urk met 3-0. Ter Lede verliest wel een overwinning en een klinkende voor FC Rijnvogels. 5-0 tegen Volendam. En 5 verschillende doelpuntenmakers. Van Leeuwen, Michel, Van Montvoort, Bakker en Chinasu. Hoek tegen AZA eindigt in 3-0. En de topper tussen de nummers 1 en 2, GVVV tegen ACV, eindigt in 1-2. Barendrecht verliest in eigen huis met 1-2 van Harkemaasse Boys. En Excelsior 31 tegen Dovo eindigt in 0-1. Stedelco wint in eigen huis. 2-1 wordt het tegen VVOG uit Harderwijk. En DVS 33 Ermelo tegen Staphorst eindigt in 1-0. Sparta Nijkerk wint met 2-0 van Sportlus 46 uit Woerden. De twee koplopers hebben van stuivertje gewisseld in de derde divisie zaterdag. ACV dankzij die overwinning op GVVV nu aan kop. En Stedoco lijkt met nog 7 wedstrijden te gaan. Eigenlijk kanslozer voor het kampioenschap. Rijnvogels klimt knap naar de 5e plaats met 44 punten uit 27 wedstrijden. En Ter Lede, ja, plaats 15, dat is een hele zorgelijke plaats. 27 punten uit 27 wedstrijden. Onderaan Excelsior 31 en VVOG, die hebben er allebei 22. We gaan naar de derde divisie zondag. Ja, daar is VVSB nog altijd in een nek-aan-nek gevecht of een lijf-aan-lijf gevecht verwikkeld met ADO 20. De inzet van die strijd is het kampioenschap. De achterstand van VVSB is met 8 wedstrijden nog te spelen, 2 punten. Hopen op fouten dus van ADO 20 en zelf de wedstrijden blijven winnen. Ja, dat is een beetje het motto daar in Noordwijkerhout. Tegenstander dit weekend voor VVSB is Blauwgeel 38. De ploeg uit Veghel is een taaie, want eerder verloor VVSB van de Brabanders. Niet voor het eerste seizoen moest het vorige week bij VVSB uit de tenen komen. Toen met 3-4 werd gewonnen van de hekkensluiter Dongen. De eerste kans van de wedstrijd, een week later, is voor VVSB. Zo'n overwinning op Dongen, hekkensluiter, klinkt vanzelfsprekend voor VVSB. Dat tweede staat in de competitie. Maar het gebeurde pas in de blessuretijd. Max Ossendrijver bezorgde VVSB de 3 punten. Noordwijkerhouters nog altijd in de titelstrijd met ADO 20. Een overwinning is belangrijk op blauw-geel, maar de achterstand is een feit. Van de Nieuwhof na 12 minuten. Als er niet lekker wordt verdedigd bij VVSB, of liever niet. En dan kan Blauw-Geel dus de 1-0 voorsprong pakken.
Blauw-geel dat direct ook op zoek gaat naar de 2-0. Het is een leuke poging van Dave de Meij. Die uiteindelijk niet trefzeker is. Moet VVSB wat terug doen? Nog altijd in de openingsfase van de wedstrijd. Lofo Sang. Zal een voormoeter even tweede paal van Nieuwkerk. En 1-1, 20 minuten onderweg. Goede voorzet van Lofo Sang. En bij de tweede paal dus die lange spits van VVSB. Die niet voor het eerste seizoen belangrijk is. Dan weer een lange bal. En dan wordt hier ook weer niet lekker verdedigd. Kan het zomaar 1-2 worden. Dat wordt hier voorkomen, lijkt het. Maar VVSB krijgt de bal niet weg. Nieuwe voorzet. En uiteindelijk hoog over. Maar het mag duidelijk zijn dat VVSB een beetje wankelt. En de kansen op dit moment moet incasseren. Ook hier 1-2. Dave de Meij. Na een kleine half uur spelen pakt blauw-geel dus de voorsprong. En is aan VVSB om weer wat terug te gaan doen. Dat lukt hier bijna met George. Coach Wilfred van Leeuwen heeft ervoor gekozen om Max Ossendrijver na 34 minuten eruit te halen. En Onjijke in te brengen. Omdat het verdedigend zo wankel stond bij VVSB. Aanvallend laten ze ook van zich zien. Het is Jesse van Nieuwkerk. Die nog in de eerste helft een grote kans krijgt op de gelijkmaker. Lofo Sang. Een tweetje met George, lange bal. En Van Otterlo, hier zit misschien wat in voor VVSB. Als Van Nieuwkerk richting de tweede paal gaat, George de bal meekrijgt. Van Otterlo, afleggen, schieten. Maar Fecunda heeft niet het beste schot van de selectie van VVSB. Tweede helft, dringt VVSB wat meer aan. En komt het op gelijke hoogte. En uiteraard is het Leroy George. Die na 72 minuten de 2-2 binnenschiet. Belangrijke goal voor VVSB. Dat direct doorgaat voor een derde goal. En weer Leroy George. 5 minuten later. Belangrijke doelpunten. En voor het eerst dit seizoen zal ADO 20 de achtervolging in moeten gaan zetten. VVSB gaat winnen van blauw-geel met 3-2. De overige wedstrijden dan in de derde divisie zondag. Het Haagse Kwik wint met 3-1 van de nummerlaatste Dongen. 2 goals van Oukatu en 1 van Bouahouzan. UNA tegen SV Os 1920 eindigt in 1-1. En koploper ADO 20 wint met 3-0 van Unitas uit Gorkum. OJC Rosmalen tegen de Baronie 3-0. En UDI 19 verliest op eigen veld van Jos Watergraafsmeer. Hercules tegen Dem eindigt in 1-2 en TOGB wint met 3-1 van Gemert. Groene Ster tegen HC 21 eindigt gelijk 1-1. En dit is de stand met nog 7 wedstrijden te spelen. ADO 20 nog altijd aan kop, op 2 punten gevolgd door VVSB. Kwik in het rechte rijtje, daar klimmen ze wat naar plaats nummer 10. 36 punten uit 27 wedstrijden. Onderin zijn de problemen voor UDI 19 en Dongen. 17 punten heeft UDI en Dongen staat op 14. Dat was het weer voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met het top amateurvoetbal uit onze regio. Met dan onder andere HHC Hardenberg tegen Katwijk en Scheveningen. Dat op bezoek gaat bij Excelsior Maassluis. Genoeg reden lijkt me om elkaar dan weer te ontmoeten. Ik wens je nog een mooie dag.